Meneer, u bent de eerste. Nou, geweldig. Ja. Eerst koffie, ja, dat is altijd goed geregeld hier. Je wilt het liefst dat iedereen komt, hè? Dat het hele kern hier in het dorp zij zit, dat we er niet meer in kunnen. Ik vond de informatie goed, wat gezegd is, het was duidelijk. En de avond en de voorwaarden ook al duidelijk, dus de informatie was er wel. En die visiekaart ligt ook al lang ter inzage. Dus ja, dat zijn dingen, dan moeten mensen vaker komen, denk ik. Er gaat iets gebeuren, en dat klinkt misschien een beetje negatief, wat de gemeenschap veel geld gaat kosten. Dit moet opgeknapt worden, dit is echt verouderd. Het is in de jaren 70, dus dit is verouderd. Maar het is steeds moeilijker voor de verenigingen om samen zo'n dorpshuis overeind te houden. En wat wij graag willen, is dat er ook een structuur gebouwd wordt waarbij je elkaar versterken kunt. Waarbij je elkaars ruimtes gebruiken kunt. Maar ook dat je meer voorzieningen voor de gemeenschap van belang zijn hier terugbrengt. Het kan heel goed zijn dat je hier een inlooppunt krijgt voor ouderen die je helpt om een digitaal formulier in te vullen. Of dat je ook hier een fysiotherapeut naartoe brengt. Het is een klein dorp, wat ook wel wat verouderd. Het is echt belangrijk dat je de voorzieningen voor zo'n dorp overeind houdt. En dat doe je door ze te clusteren. En dat doe je ook door te zorgen dat er synergie is, dat je elkaars krachten gebruikt. Positief, want ja, ik ben niet gelijk aanwonend, maar kijk, stilstand is achteruitgang natuurlijk. Hè, en er moet gewoon wat gebeuren op het dorp. Maar we begrijpen ook, als je nu woont aan de rand van een weiland en er komt een gebouw voor je, ja, dat vindt niemand fijn. Dat is best lastig en het is hier prachtig. En als dan je uitzicht in één keer belemmerd wordt, dat doet wel wat met je. En daar moeten we ook zo goed mogelijk mee omgaan. Kijk, je bouwt zo'n ding één keer voor 40 jaar, of misschien wel langer. He, dus soms helpt het ook om een paar maanden langer erover na te denken. Als je uiteindelijk iets maakt wat decennia lang van meerwaarde is voor het dorp. En woningbouw is natuurlijk heel belangrijk in Doornswijk, want het duurt veel te lang wat er allemaal nu afspeelt. Aan de Wegenkamp liggen perceeltje. Dat is bijna. Moet het rondwezen, maar er gebeurt niks. Het is 2 jaar niks gebeurd. Nou, dat is gewoon een zorg. Onze jeugd gaat weg. Waarom ben je hier? Omdat ik met mijn vader mee moest en ik was benieuwd naar wat er werd gezegd. Wat er gezegd gaat worden. Ja, wat hoop je? Dat het over de muziek gaat en dat we een muziekzaal krijgen. Ik vind het een mooi proces. En als je er nu invloed op kunt hebben, dan is dat een kans, toch? Ja, heb je al een idee? Die je wil inbrengen? Ja, ik heb wel een paar ideeën die je misschien wat andere kijk op de zaak geven. Ik heb nieuwe ideeën gehoord over hoe mensen hier ook in zo'n multifunctionele accommodatie willen werken. Hoe ze bijvoorbeeld ook misschien met een servicepunt van de gemeente of een financieel trefpunt een ontmoetingsplek willen creëren. Hoe ze ook de jeugd wel iets zouden willen bieden, hoewel het niet makkelijk is om ze naartoe te krijgen. Maar er werd wel creatief nagedacht, hoe kunnen we daar toch iets aantrekkelijks van maken. Ik roep iedere inwoner van Doornswijk op om mee te doen en ideeën te openen wat jullie belangrijk vinden in een multifunctionele accommodatie in verband met de leefbaarheid voor de toekomst. Doen! Graag ik trekken om gewoon doorspikken, gewoon zwieren en ja knikken. Geen grote mond, rustig de boel bekijken en kom maar wel goed.